Vandaag heb ik de opdracht gegeven om die secretaris op te roepen, meneer Feira. Hij krijgt ook zijn geld gratis. Ja, en we gaan hem inzetten. Nee, we gaan hem echt inzetten. Want hij is districtsecretaris. Kijk u, ik heb in alle drie districten drie secretarissen die gratis hun geld verdienen. Serieus. Er is eentje in Nikeri, er is één in Coroni en er is ook één in Saramaka. Begrijpt u? En het zijn stafambtenaren met een hoog salaris, met alle emolumenten, vervoerstoelagen en noem maar op. En dan komt eentje me vertellen, hij gaat pas werken in de buitendienst wanneer hij vergoeding voor zijn brandstof kreeg. En dan krijgt de man vervoerstoelagen. Ik bedoel, waar beginnen we nou aan? Ja, dat soort dingen. Maar gelooft u mij, iedereen gaat werken. De mensen zijn opgeroepen, echt waar. De kwestie van waterschappen. Ik mag u mededelen dat vorige week er een delegatie hier was onder leiding van meneer Pinas van RO. We moeten een aantal voorbereidingen treffen. Er moet wat geld vrijkomen, maar ik wil dat even onderzoeken. Omdat ik heb begrepen dat het overliggend waterschap MCP geld heeft gehad van Nederland. Als ik me niet vergis, 375.000 euro. Ja? Het is, nee. En dat geld, ik bedoel, als dat voor Nikeri is bestemd, dan ga ik niet nog eens een keertje mijn begroting belasten met geld voor waterschap. Dus dat wil ik even onderzoeken voordat ik verder ga. Omdat ik dan inderdaad alle waterschappen in het district weer operationeel. Maar er is heel veel werk daaraan. En de burgerparticipatie is daarbij eminent belang. Van eminent belang.